De genomineerden zijn Avri, CBS, Fiat. Samen werken aan een schoon rivierenland, dat is de slogan van Avri. Naast de afvalinzameling van bijna 240.000 inwoners van 10 gemeenten, beheren ze ook de openbare ruimte voor 4 gemeenten. In 2010 hebben we het roer echt drastisch omgegooid en hebben we juist het personeel betrokken bij de omslag naar een sociale, duurzame en vooral bedrijfsmatige organisatie. Kijk, voorheen liepen we met 3 man, dus 1 man op de auto, 2 man erachter. Fysiek was het best wel zwaar voor de jongens die erachter liepen, ook niet gezond. En nu zijn die zeilaars gekomen. Je ziet het, abrovriendelijker, makkelijker en scheelt 2 personen op de auto. Dus we rijden tegenwoordig met 1 man op de auto. Nou, officieel zijn we een afvalbedrijf, maar we noemen onszelf een grondstofinzamelaar. En die manier van kijken maakt dat we bijna als vanzelf toebewegen naar een circulaire economie, waarin steeds meer van onze afval gescheiden wordt. En dat afval dat we niet kunnen hergebruiken, dat benutten we voor energieopwekking. Zo rijden onze wagens op biogas dat gemaakt wordt van onze eigen GFT-afval. Ook zal Avri in 2016 het grootste zonnepark van Nederland bouwen, op een oude stortplaats. Duurzaamheid is dus belangrijk voor Avri. Daarom motiveert ze ook haar inwoners om afval zo goed mogelijk te scheiden. Dit doet Avri door de inwoners financieel te prikkelen. Beter scheiden is minder betalen. Nou, en zeker nu we voor het ledige per container betalen, zijn we nog bewuster het afval gaan scheiden. We hebben nu veel minder restafval. Nou, we kunnen het verbruik wat we van het restafval hebben ook zien op de website. Avri heeft een transformatie ondergaan naar een maatschappelijk verantwoorde organisatie, waarbij naast duurzaamheid ook personeel hoog in het vaandel staat. Zo heeft Avri 65 sociale werkplekken gecreëerd en kan het personeel een opleiding volgen om een mbo-diploma te behalen. Veel van ons hebben geen opleiding, dus ja, dan is het wel fijn dat de werkgever je de kans geeft om een diploma te halen. We werken dus socialer en duurzamer en dat levert veel besparing op. Zo werken onze chauffeurs tegenwoordig 4 dagen per week van 9 uur. En dan hebben ze een extra dag om te besteden aan hun gezin. Zo worden ook de wagens efficiënter ingezet. Avri is er trots op dat de afvalstoffenheffing afgelopen 5 jaar met €100 is gedaald. Een daling van 35%. En ook met onze nieuwe dienstverlening, beheer openbare ruimte, hebben we de uitgaven verminderd met €1,5 miljoen. Ja, en die besparingen die bereiken we voor onze inwoners. Het Centraal Bureau voor de Statistiek levert de statistische informatie die inzicht biedt in de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Nederland en heeft de laatste jaren veel veranderingen doorgevoerd. De veranderingen die we hebben doorgevoerd hebben met name 2 componenten. Enerzijds willen we door middel van meer samenhang in onze berichten ervoor zorgen dat de fenomenen die in de samenleving plaatsvinden beter in kaart worden gebracht. Wij willen die enorme hoeveelheid informatie van het CBS in samenhang met allerlei andere informatie aanbieden aan het Nederlandse publiek. Een voorbeeld is onze berichtgeving over de arbeidsmarkt. Daarin geven we nu veel meer samenhang. Het gaat dus niet alleen over het aantal banen of het werklozen, maar ook om achterliggende zaken. Dus hoeveel mensen melden zich eigenlijk op de arbeidsmarkt? Hoe lang zijn mensen werkloos en hoeveel uren werken ze? Het tweede is dat wij proberen met behulp van een effectievere communicatiestrategie die berichten ook daadwerkelijk bij de mensen te brengen. En daarbij maken we gebruik van de modernste middelen uit de wereld van de nieuwsmedia. Audiovisuele middelen, digitaal, online, video. En daarmee ook actievere nieuws te zoeken. Want we geloven dat we daarmee de Nederlandse samenleving een stuk beter bedienen dan wanneer we alleen de losse cijfers geven. CBS publiceert voor verschillende doelgroepen en doet ook gericht onderzoek. Voor opdrachtgevers als ministeries en gemeentes. Elke dag maken miljoenen mensen gebruik van de gegevens die het CBS levert. Politici en bestuurders voor het nemen van beleidsbeslissingen. Wetenschappers voor onderzoek en ondernemers voor hun producten, diensten en verdienmodellen. De stappen die de organisatie nu zet om de grote hoeveelheden informatie toegankelijker te maken, ondersteun ik dan ook van harte. De waarde van het CBS voor de samenleving kan daardoor nog groter worden. CBS innoveert door het gebruik van nieuwe bronnen als big data. Innovatie zorgt er ook voor dat bedrijven steeds makkelijker en sneller gegevens voor statistieken kunnen aanleveren. Nou, ik vind het indrukwekkend om te zien hoe het CBS zich onttrokken heeft aan die algemene regelgeving. En dat doet ze met innovatie. En dat is goed voor het bedrijfsleven.
En dan kan ik een mooi voorbeeld geven, want als je kijkt naar de enquête voor internationale handel, dat is echt een enquête die heel erg veel regeldruk gegeven heeft voor het bedrijfsleven. Nou, het CBS heeft dat opgepakt en dat geeft echt heel veel verlichting. En daar ben ik blij om. Wat we zien is dat door de nieuwe strategie onze informatie aanzienlijk meer en veelvuldiger gebruikt wordt. Doordat wij nuttigere informatie aanleveren voor besluitvorming, voor debatten, komen onze berichten beter aan bij de samenleving. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, kort gezegd de FIOD, zet zich in voor de bestrijding van financieel-economische fraude. Belastingontduiking, witwassen of cybercrime bijvoorbeeld. Misdaad mag niet lonen, is het motto. De strategie van de FIOD is het vergroten van het effect van ons opsporingswerk. En we komen erachter dat samenwerken is daarvoor echt essentieel. Samenwerken, dat doen we nationaal, dat doen we internationaal, dat doen we met toezichthouders, dat doen we met andere opsporingsdiensten. En daarmee een hele belangrijke factor. En in de tussentijd zijn we ook nog crimineel vermogen aan het afpakken. De FIOD geeft haar medewerkers de ruimte om te innoveren. Een goed idee mogen ze ontwikkelen en uitvoeren. Zo is ook het project Trendwatching ontstaan. Ja, ik ben trekker van project Trendwatching. Er was ooit een pilot bij de FIOD en inmiddels is het een volwaardig proces eigenlijk geworden. Ja, we hebben een online platform en een app en daarop worden de signalen verzameld. Op dit moment zijn er 375 accounts uitgegeven. Dat zijn publieke en private personen. Die helpen ons om signalen die zij in de samenleving zien en die kansen of risico's met zich meebrengen in beeld te brengen. En daarmee kunnen we richting ons opsporingsproces nieuwe signalen aanreiken en nieuwe methodieken in kaart brengen. De technologische ontwikkelingen bieden ook kansen voor de opsporing. De maatschappij digitaliseert, wij digitaliseren mee en we gebruiken dus die technologie bij de uitvoering van ons werk. Tegenwoordig gebruiken we bijvoorbeeld ook social media als bron. Denk dan bijvoorbeeld aan een kind van een verdachte van witwassen die foto's op Facebook plaatst van bijvoorbeeld zijn vaders nieuwe speedboot of vakantiehuis. Dan weten we eigenlijk dat er iets niet klopt en dan gaan we verder op onderzoek uit. De FIOD doet ook huisbezoeken, de zogeheten knock and talk gesprekken. Knock and talk is een gesprek van de FIOD met een fraudeur om te proberen de fraude te voorkomen. Zonder dat sprake is van een heel strafrechtelijk onderzoek. Het preventief opsporen en behoeden voor inval leidt tot minder misdaad en bespaart bovendien een hoop kosten. Zo'n gesprek duurt aan voorbereiding een halve dagje en het gesprek zelf een uur. Een klein strafrechtelijk onderzoek duurt zo 600 tot 1000 uur. Nou, daar heb je het verschil aan. Dit project is vorig jaar opgezet als pilot en wordt wegens succes nu landelijk uitgerold. Praten met mensen is op zich niet nieuw, maar dat de FIOD uit de Ivoren Toren komt en op straat komt met mensen spreken, terwijl eigenlijk geen sprake is van strafrechtelijk onderzoek, daar moet je wel de ruimte voor krijgen. En dat is de laatste jaren is dat hier veranderd. Het is heel fijn dat die ruimte aan ons geboden wordt om dat ook echt uit te voeren. Ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat ik me hier heel erg op mijn plek voel. De FIOD wordt steeds meer een ondernemende organisatie in heel nauw contact met de maatschappij.